99% van het plastic in de oceaan is zoek. Waar is het gebleven? En hoe schadelijk is het plastic voor de natuur en onze gezondheid? Daar houden de onderzoekers van de Universiteit Utrecht zich druk mee bezig. Je kent vast de beelden van dieren verstrikt in de plastic. Of dieren met stukken plastic in hun maag. Shocking. Maar helaas is dit niet de grootste reden voor zorgen. Het overgrote deel van al het plastic afval is namelijk uiteengevallen in hele kleine stukjes micro- of nanoplastics. Deze hebben soms de grootte van een duizendste van een mensenhaar. Zo klein dat we ze bijna niet kunnen zien en ze bijna overal in kunnen doordringen. Om inzicht te krijgen in al het plastic en waar het nu is, kijken onderzoekers naar de stroming van oceanen. Aan de hand van deze stromingen kunnen oceanografen voorspellen waar het plastic naartoe reist en waar het aan land komt. Zo kunnen we het beter opruimen. Maar het deel dat niet aan land spoelt, waar is dat plastic heen? Dat plastic valt uiteen in miljarden minuscule stukjes nanoplastic in de zee. En die komen uiteindelijk in onze voedselketen en in ons lichaam terecht. En eenmaal in ons lichaam zijn ze moeilijk op te sporen. We hebben al de eerste aanwijzingen dat nanoplastics zelfs in onze hersenen en in placenta's terecht kunnen komen. Maar zolang er geen bewijs is van schadelijke effecten, is er geen noodzaak voor beleidsmakers om er daadwerkelijk iets aan te doen. Dus, hoe krijgen we er wel verandering in? Door aan de ene kant meer onderzoek te doen naar de opsporing en schadelijkheid van micro- en nanoplastic. En aan de andere kant moeten we echt onze hoeveelheid plastic gaan verminderen. Daarvoor ontwikkelen we betere manieren van recycling. En jij kunt ook helpen door bijvoorbeeld minder plastic te kopen. Alle kleine beetjes helpen. Doe daarom mee met onze missie naar een leven zonder plastic afval. Meer weten over het plasticprobleem? Lees dan verder in onze stories.